Mijn naam is Mo Anwar, Mohammed Anwar Lahab. Ik ben een 23 jaar jonge moslim. Geboren en getogen in Rotterdam en dus supporter van Feyenoord. Voor een wedstrijd, thuis in de Kuip, bezoek ik vaak de moskee. Voor een kort schietgebedje. Soms heb ik het gevoel dat mensen mij anders behandelen, omdat ik een Marokkaanse Nederlander ben. Niet alleen de mensen op straat, maar ook de politie en de beveiligers in de Kuip lijken te denken dat ik anders ben. Zo word ik bij binnenkomst stevast gefouilleerd, terwijl mijn blanke vrienden, die fan zijn van die club uit 020 nog wel, gewoon kunnen doorlopen. Ik wil onderzoeken of Marokkaans-Nederlandse jongeren zoals ik anders worden behandeld door de politie. Iets wat ik zelf wel eens zo heb ervaren. Mohammed en Wesley zijn liefhebbers van wandelen en architectuur. Maar als ze aan het lopen zijn, worden ze door de politie aangezien voor inbrekers. Het leek net een beetje op een slechte film. Ook een straat waar wij ingingen, kwam de politie ons achteraan. En we konden onze kont niet keren of ze stonden er wel. Sinds Wesley en ik in de media kwamen met ons verhaal, krijg ik allemaal verhalen doorgestuurd van jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. En er zitten hele heftige dingen tussen. Niet dagelijks, maar zeker wel twee keer in de week. Twee keer in de week word ik wel gewoon onterecht aangehouden. Je laat je idee zien en dan wordt de vraag gesteld, wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Wat doe ik hier? Ik woon hier om de hoek. En op een gegeven moment mountainbike en een motoragent en met z'n drieën ons inklemmen. En dan zeggen ja, jullie, er was een sprake van samenscholing. En ik, ja beste man, ik kom uit de moskee vandaan naar zo'n dienst. Ja. Ik sta gewoon 2-0 achter, puur omdat we Marokkaanse jongens zijn. Het is jammer. Waarom zou de politie Marokkaanse jongeren zoals ik vaker controleren? Ik ga naar het Centraal Bureau voor Statistiek om te praten over de criminaliteitscijfers. Zijn wij echt zo crimineel? Bij Marokkaanse jongeren, 16, 17-jarigen, 5 keer zo vaak als bij autochtone jongeren. Volgens het CBS is 1,5% van de Nederlandse bevolking crimineel. Van de autochtone jongeren is ook 1,5% crimineel. Maar van de Marokkaans-Nederlandse jongeren is wel 7% crimineel. Als dit een Marokkaanse gemeenschap is, 16 tot 17-jarigen, als je dan alle mannen op straat zou vragen dat dit de criminele groep is en dat dit de goede Marokkanen zijn. Denkt u niet? Wat je nu hebt is dat deze in het publieke domein verschijnen. Want dat laten de cijfers zien dat het echt zo is. En die zorgen dus ervoor dat dit imago ook overgeplant wordt op dat andere. Daar kun je gewoon bijna niks aan doen. Hij is vermoedelijk een Marokkaanse jongeman. Hij sprak met een Marokkaans accent. Je mag niet discrimineren, want het zijn allemaal Marokkaanse ventjes. Hij had een alibi accent. Maar als wij Marokkanen zo crimineel zijn, is etnisch profileren dan niet oké? Is specifiek Marokkaanse jongeren eruit pikken dan niet gewoon goed en effectief politiewerk? Ja, daar zit een zekere logica in. Hè? Als je, laten we zeggen, twee willekeurige bevolkingen neemt en bij de ene denk je, statistisch gesproken, heb ik een grotere kans dat ik wat vind dan in een andere. In die vijver, in de volle vijver ga je vissen? Ga je in de volle vijver vissen en niet in de lege vijver. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? De politie moet zich niet laten leiden door onderbuikgevoelens van de Nederlandse bevolking. Ach, gebeurt het, denkt u? Ja, natuurlijk gebeurt het. Maar de politie behoort uitsluitend af te gaan op criminele risico's. Dan gaan we dat regelen. Hai, hai, zo, ja man. Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik wil de politie spreken. Ja? Want dat is nog in mijn onderzoek een ongehoorde groep, zeg maar. Okay. Maar ze zijn heel moeilijk te pakken te krijgen, man. Ik bedoel, als je gewoon hier zo over de kruiskaart loopt, dan zijn ze er gelijk. Ja. Maar als je ze wil spreken, dan... Ik heb meerdere malen de politie benaderd. Zonder resultaat. Ga ik het telefoonnummer noteren? Goedendag. Dit is de voicemail. Sorry, ik heb nog iets. Ik heb vorige week als een herfstvakantie. Okay. Het lijkt een gevoelig onderwerp te zijn. Ja. Ik heb nu vandaag opnieuw een reminder gestuurd. Eindelijk mag ik met een belangrijke adviseur, Mohammed Al-Ashkar, spreken. Als jij wordt aangehouden en je krijgt niet goed uitgelegd waarom je wordt aangehouden, dan denk je dat het misschien te maken heeft met je etnische achtergrond. Ja. En wat je dus ziet als die onderzoekers dus echt meelopen en kijken waarom iemand wordt aangehouden, dan zit daar vaak ook wel... Dan zijn er redenen waarom dat gebeurt.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat Marokkaans-Nederlandse mannen tussen de 18 en 25 jaar vaak in aanraking komen met politie en justitie. Hey! Als je nu de gemiddelde wijkbewoner in mijn wijk gaat vragen wat vind je van de politie, iedereen kotst uit. Dus blijkbaar werkt het toch niet wat ze doen. Misschien, aan het eind van het jaar voor de boekhouder werkt het. Hier zie je het totale aantal criminelen in Nederland. Daarvan is 50% autochtoon. Nederlanders dus. En slechts 9% van de criminelen is Marokkaanse Nederlander. De Marokkaans-Nederlandse vijver mag dan wel voller zijn. Hij is 5 keer kleiner dan de autochtone vijver. Ik ga praten met Gerbrig Klos. Zij weet in Nederland misschien wel het meeste over het onderwerp. Er is ook onderzoek gedaan waarom die jongere criminelen zijn. Uit dat onderzoek komt van alles naar voren, maar er komt niet uit naar voren dat ze crimineler zijn vanwege hun culturele achtergrond. Wat waar is op groepsniveau, dus voor 100 Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 12 en de 24, dat zegt nog niets over jouw individuele kans. Wat levert het op als je 1000 mensen hebt gefouilleerd, waarvan laten we zeggen misschien 95% helemaal niks mee aan de hand is, en 5% wel. Maar met welk idee gaat die 95% naar huis? Met wat voor gevoel gaan die jongens naar huis? Maar een politieapparaat zonder etnisch profileren, denkt u dat dat, dat wel goed mogelijk is? Ja, in het Duitse strafrecht, daar zit een voorziening waarbij iedere agent, iedereen die die aanhoudt, daarvan moet hij uitleggen op het bureau waarom hij dat gedaan heeft. Puur op basis van etnische kenmerken, dat mag niet. Ja. Daar word je dus voor gestraft. Politiecontrole op basis van voorkomen is racisme. Bovendien is het ineffectief en werkt het averechts. Er worden niet meer boeven gevangen, maar wel 93% van de Marokkaanse Nederlanders benadeeld. Onschuldige Marokkaanse Nederlanders. Met alle gevolgen van dien. Ik als Marokkaanse Nederlander doe heel erg mijn best om goede wil te tonen. Als de politie minstens zo hard zijn best zou doen als ik om niet te handelen op basis van vooroordelen, zou politiediscriminatie niet zo'n groot probleem zijn. Ik denk dat we daar allemaal beter van worden.